Goedenavond, dames en heren. Van 1953 tot 1969 bestond er een unieke jeugdomroep in ons land. Avro's Mignon. Overal in het land melden zich in die tijd jonge mensen, scholieren, studenten en zo aan om zelf radioprogramma's te gaan maken. De oprichter van Mignon, Herman Broekhuizen, haalde onze hoofdpersoon van straks al heel snel uit Rotterdam. Eenmaal in Hilversum is zij niet meer weg te denken als tekstschrijver van ontelbare liedjes en een programmamaker van formaat bij de Avro. Wie die is, dat zien we zo. Maar dit zijn een aantal van die door hem en zijn collega's opgeleide jonge mensen van toen, Mignonners, waar hij zo nauw bij betrokken was. Hier is bijvoorbeeld de componist en regisseur Joop Stokkermans, Philips-directeur Eef Brouwers, de televisieproducent en verslaggever Klaas-Jan Hindricks, Avro radiohoofd Chris van Hoorn, dirigent en componist Ruud Bos, ANP-nieuwslezer en de stem van Hilversum, Donald de Marcas, programmamaker en groenteman Kees de Wolf, radio- en televisiemaker Theo Stokkink, jaren bij de KRO, presentatrice Eugenie Herlaar, ex-radiodirecteur Wim Jansen, zanger en presentator Peter Blanker, een reclameman, reclamedirecteur Theo Strengers, presentator en eindredacteur en ook de baas van het Holland Festival eens, Ad Schavenzande, presentatrice Audrey van der Jacht, de actrice uit Rotterdam, Loes Vos, journalist en tegenwoordig detectiveschrijver Wil Simon en de laatste, maar zeker niet de minste, van het NOS-journaal, Joop van Zijl. En ik begin bij Joop Stokkermans, hier vooraan, lekker makkelijk. Voor de mensen, Joop, die Mignon helemaal nooit hebben gekend, wat was het eigenlijk? Ja, het was een fantastische organisatie. Wat dan? Ja, dat zal ik je zeggen. Je was bezig met je hobby, wat ook je vak kon worden. Kijk, juist de mensen, denk ik, die talent hadden, sprongen er onmiddellijk uit. En dat werd een fantastische groep. Zelfs een binding, en nu spring ik even naar het heden, zo sterk dat als je elkaar weer tegenkomt, ga je gewoon weer verder. Ja, hoe kwam jij erbij? Mijn vader heeft me naartoe geslagen. Oh ja. De oude Stokkermans. Was een dirigent die toch al gewend was. Die zei van, stuur nou eens in, want dat is ideaal voor jou. Ik dacht, nou, waarom ook niet. Ik zat toen op het conservatorium en dacht, ja, Mignon, misschien lichte muziek, dat speelde helemaal niet, hè. Nee. Ik heb dat toch gedaan en het was een gouden tip van de oude Stokkermans, ja, moet ik echt zeggen. Ja, vaders zijn soms wel ergens goed voor. Ja, zeker. Okay. Audrey van der Jacht, hoe was het om een Mignonner te zijn? Mignonner zijn was één groot feest. Het was heel warm waar je in kwam, een heel warm bed. Met ontzettend aardige mensen die je aan alle kanten begeleiden. Ik vond het feest nog steeds. Je bent nu 29, voel je je nog steeds Mignonner? Voel je je nog steeds Mignonner? Ja. Ik heb ook nog steeds iets met Mignonners. Oh ja? Ja, mensen hebben onderling nog steeds wat met elkaar, heb ik het gevoel. Kees de Wolf, er zitten er hier eigenlijk maar een paar, hè? Ja. Hoeveel zijn er in totaal geweest? Maar jij hebt er zo lang bij gewerkt. Meer dan, ja, toch een stuk of 600 maar, hoor. 650 veel, dacht ik, maar... Audrey, jij kwam uit Rotterdam. Waar precies vandaan, Rotterdam? Bloklandstraat. Bloklandstraat. Ja, oh, daar komen toch alleen voetballers vandaan? Ja, zeker. Kontje Molijn. Koen Molijn, ja. Wim Jansen, ja. Ja, maar jij speelde toch niet mee met die jongens? Nee. Tegen die muur waarop een goal getekend was. Ja, beruchte straat in Rotterdam, hoor. Een fameuze straat. Onze hoofdpersoon voetbalde mee, kwam ook uit die buurt, hè? Ik voetbalde mee met mijn broertjes. Ja, legendarisch verhaal. En het verhaal wordt steeds mooier met de verjaardagen, hè? Ja, geen Feyenoorder geworden, hè? Nee. Hoe zag de hoofdpersoon er toen uit, Kees de Wolf, toen hij zo'n beetje naar jullie toe kwam? Was het al zo erg als nu? Hooggroot. En toch ook niet mager? Nee. Nee, want hij had iets met bier. Ja. Chris, was hij tot in de puntjes gekleed toen hij vanuit Rotterdam die deftige Avro binnentrad? Nee hoor, ik zou hem willen noemen de man met de shabby pakken. En daar wordt hij niet boos om. Want dat hoort helemaal bij hem. Ja. Zo moet is hij. Je moet een beetje slobberen. Ja. Voelt hij zich prettig. Ja. 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 Eugenie, hoe keek jij tegen hem aan in die tijd? Weet je dat nog? Ja, zeker. Ik keek tegen hem op. Oom Herman was oom Herman. Ja, maar hij, Broekhuizen. Maar
je durfde hem niet bij zijn voornaam te noemen. En meneer bij zijn achternaam zei je ook niet, dus je omzeilde het. Hij was ook zo groot. Wat Kees het was een hele zeiltocht eigenlijk. Ja, min of meer. Ja. Zullen we kijken hoe die er nu uitziet? Ja. Nou, hier komt hij dan. Wat moet ik hem noemen? Een presentator, een producer, een programmamaker, een tekstschrijver. Wat is hij eigenlijk niet geweest? Een wandelende muziekencyclopedie. Hij komt alsmaar niet binnen. De oud-mignonleider Gerrit den Braber. Je bent niet te omzeilen, Gerrit. We zijn er bijna allemaal. Toch? Ja, nee. Jij ook? Ja. Ga zitten. Gerrit, wij vragen altijd als klassieke eerste vraag. Wie herken je nog? Wie ken je nog uit je? Nee, ga zitten, anders wordt het zo donker in de studio. Ga maar zitten, het licht valt uit. Ga zitten. Johan, ik kom die mensen dagelijks tegen in de studio. Ja. Dit is de room van de Nederlandse omroep. Kunnen we rustig zeggen. Dat kunnen wij kalm en waardig zeggen. Ja. Nou, Kees de Wolf, je collega jarenlang, zei... Er zijn er waarschijnlijk op een totale lijst 600. Hoeveel, schat jij, zijn er dan in die omroep werkzaam gebleven? Zou ik niet durven zeggen. Nou, ik mis een aantal krachten, hoewel ik zeer tevreden ben over dit gezelschap. Ja. Maar er zijn er nogal wat, ik denk een paar honderd. Toch? Ja. Er zijn ook al figuren die afgevallen zijn en honend terzijde geworpen, maar... maar veel goede bij. Veel krachten zijn gebleven. Ja, veel krachten. Ja. Hoe verliep jouw transfer van Rotterdam naar Hilversum? Via Herman Broekhuis. Ja, vlot, soepel. Merkwaardig soepel. Ja? Ik verdiende 660 gulden in de maand. En ik ging bij de AVRO 330 verdienen. Dat is precies de helft, dat weet jij. Maar ik had geen enkele economische binding verder. En het leek me... En ik was ook een beetje verliefd op de secretaresse van Herman. Ria. Ja, die begeerde ik heel. Juist. Henriette, ze heette eigenlijk Henriette. Ja. Maar je mocht Ria zeggen. Ik mocht Ria zeggen, maar in mijn gedichten schreef ik altijd Henriette. Ja. Broer ik, schone Henriette. Ja, zie je. Uw karmozijnen bovenlip. Dan registreer ik lichte schokjes ter hoogte van mijn vierde rib. Gij zult wel weten dat daarachter een veel omstreden voorwerp huist. Dat anatomisch wordt gekenschetst als spier ter grootte van een vuist. Wel nu, ontstaat hierin een schokje wanneer mijn lip de uwe vindt. Dan geeft de heftigheid de graad aan waarin ik door u word bemind. Het is daarom, o schone Henriette, dat ik niet zonder vreugde constateer dat ik de laatste tijd niet zelden ook zware schokjes registreer. Ja. Weet je dat je mazzel hebt dat AVRO dit niet uitzendt? Want die zouden er niet knippen, hoor. Nou, is er muziek op? Er is toch, maar mijn vriend Joop zal hier muziek op maken. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik een latere periode, want het is nooit wat geworden tussen ons. Zij bleek dus verloofd te zijn met een tandtechnieker. Daar had ze mij niets van verteld. Snelle boor, hè? Ja, zoiets. Joop heeft overal een oplossing voor. En maar dat ik later ditzelfde gedicht met een kleine wijziging van de naam nog vele malen heb kunnen gebruiken. Dat begrijp ik. Ja. Ruud Bos, ook een kenner. Beide, Gerrit en jij, Ruud, oog voor het vrouwelijk schoon, hè? Ja, absoluut. Hebben jullie nog eerste ontmoetingen als jonge muzikant toen? Mag ik daar even op mengen? Ja, ook Ruud Bos, ja. Inderdaad hadden wij de belangstelling voor het vrouwelijk schoon, maar ik zat in een leidende positie. En kon mij derhalve niet overgeven aan de wat vleeselijke lusten. En de heer Bos kon dat wel. Ja. Weet je het nog, Ruud? Ja, nou was het wel zo in die tijd dat ik altijd Gerrit eerst de dame in kwestie voorstelde. Oh. Of aanwees. Was dat niet erg onverstandig? Nou, nee. Want wij waren volkomen open en fair tegenover elkaar. Hij zou nooit iets van mij afnemen en nee. Omgekeerd. Nee. Ah. Het was hem natuurlijk ook nooit gelukt, maar wanneer ik dus een meisje aardig vond, dan zei ik tegen Gerrit, Gerrit, wat vind jij ervan? En toch in 9 van de 10 gevallen zei hij, kracht, je moet dat meisje onmiddellijk benutten. Dit is ver boven het landelijk gemiddelde. Ja. Een goddelijk lichaam. Ja, zo de woorden. Wat ordinair eigenlijk voor AVRO, hè? Als je dit allemaal hoort. Nu horen we eens wat van de AVRO. De AVRO is toch een grote omroep geworden. Zeker, geweest. Ja, inderdaad. Wil Simon, jongere mensen zeggen allemaal, oh, dat is die man van Opsporing Verzocht. Ik zou onmiddellijk zeggen, de man van prachtige documentaires uit de culturele wereld van Nederland, vroeger. Maar goed, ik ben geen jongere. Jij bent een jongetje uit Duitsland.
Hoe kwam jij om te beginnen voordat je bij Mignon kwam in Nederland? Dat was een hele tijd daarvoor. In 1933 zijn mijn moeder en ik uit Duitsland gevlucht vanwege het Hitlergeweld. Wat toen al dreigde aan te komen. Ja. En we zijn naar Nederland gekomen en hebben hier een zeer gastvrij onthaal gevonden. Zoals heel veel vluchtelingen. Ja, maar dan komt de oorlog en dan moet je onderduiken. Ja, toen zijn we, de eerste 3 jaar ging het goed. En het laatste jaar kwam er op een bepaald moment, midden in de nacht werd er gebeld. We woonden in het centrum. En ja, we wisten niet wat het was. Mijn moeder deed de deur open en toen kloste er een grote man naar boven met een pistool in zijn hand. Dat bleek een SD'er te zijn. Waarschijnlijk waren wij verraden, want mijn moeder was Joods. Ik was dan half Joods, maar mijn moeder was vol Joods. Moest ook een ster dragen. En die man die stond daar en zei, jullie moeten mee, want jullie zijn Joden en ik ga je niet meenemen. Nou, ik was toen een jongetje van jaar of 15 en de man drukte die blaffer op mijn rug. Ik moest plotseling ontzettend nodig plassen, weet je, met voorstellen in zo'n situatie. En de man ging met mij mee en bleef dat ding in mijn rug houden toen ik op het toilet stond, dus ik heb niet geplast. Vervolgens zijn we teruggegaan naar de kamer en mijn moeder heeft echt op de knieën gesmeekt of ze die nacht nog bij mij mocht blijven. Nou, met veel pijn en moeite lukte dat en de man zei, moet u de volgende dag melden om 2 uur op de Centraalstelle voor Jüdische Auswanderung. En dat was dus bij de SD op het Adema van Scheltemaplein. En ik zei tegen mijn moeder, dat moet je niet doen, want dat is het einde, dat kun je wel vergeten. Mijn moeder was redelijk gezagsgetrouw en zei, ja, maar ze vinden ons toch wel. We zijn er die volgende dag heen gegaan. En als je dan praat over een godswonder, is dat een godswonder geweest, want we melden ons daar aan de balie. Bij zo'n man van de veldgendarmerie die daar zat. En we hadden een naam opgekregen, die man belde naar de betrokkenen en die bleek er niet te zijn. En die zei dus, ja, u moet terugkomen, want hij is er niet, dus ik heb mijn moeder meegesleurd. En vervolgens zijn we dus gelukkig zo verstandig geweest dat we ondergedoken zijn. En daardoor waarschijnlijk het leven hebben. Ja. Ik maak een rare sprong. Hoe werd jij nou een Mignon? Nou, ik werkte in die tijd al in de film, in de commerciële film. Aanvankelijk als cameraman en later als regisseur. En ik vond het eigenlijk wel vreselijk leuk om voor radio te werken. In de oorlog ging ik wel eens op een fiets zonder bandjes, in de tijd toen we nog niet ondergedoken waren. Reed ik naar Hilversum, op de Velgen zo, en ging dan tegenover het AVRO-gebouw staan om te kijken wie daar allemaal in en uit liep. Ach. Want die mensen, die kende ik natuurlijk. En zag je toen Gerrit wel charmant en elegant als altijd naar binnen sjokken? In die tijd was dat nog niet zo, dacht ik. Toen had hij nog die duur betaalde baan, weet je wel. 2 keer zo hoog als bij de AVRO. Ja. Maar goed, ik heb toen... Ik zag een advertentie staan waarin Mignonners gevraagd werden. Ik dacht, god, dat is eigenlijk leuk. Een oude droom om nog eens een keer voor de radio iets te mogen doen. Ja. Ik heb me gemeld bij een auditie in Amsterdam op de Keizersgracht. En werd prompt aangenomen en kwam dus in de afdeling Amstelveen terecht. Ja. En zo is het allemaal. En zo is het gekomen. Ja. Ja. Er was nog een heel klein jongetje in de oorlog, heel erg bang. Een ander Joods jongetje, een andere Mignonne, Donald de Marcas. Een onderduikertje toen je klein was. Ja, ik heb 2,5 jaar van mijn leven, de laatste 2,5 jaar van de oorlogstijd, ondergedoken gezeten. Op een stuk of 7 verschillende adressen. En ik ben er godzijdank en ons familietje, ons gezinnetje is er gelukkig goed vanaf gekomen. Mijn beide ouders op een andere plaats. We werden gescheiden van elkaar. Wij zijn de oorlog goed doorgekomen. Ja. Als enige van een vrij grote familie. Er is nog maar 1 nicht en 1 neef over. Bleek na de oorlog. Het fijne is, ik ken je heel lang, van toen jij ook heel jong was. En ik dacht, wat werkt die man hard en eigenlijk altijd. Heeft dat iets met dat ondergedoken jongetje te maken? Nou en of. Alleen is dat pas een jaar of 6, 7 geleden duidelijk geworden. Ik had natuurlijk erg veel mee. Bij Mignon kon ik wat talenten ontwikkelen en naderhand in de professionele sfeer nog veel meer. En ik gebruikte die talenten. De bomen groeiden tot in de hemel. Je werd voor alles en nog wat gevraagd. En dat was natuurlijk een heerlijke drijfveer om hard te werken, omdat ik me er heerlijk bij voelde. Maar pas veel en veel later, toen ik, nu maak ik een grote sprong, na 17 jaar gefreelanced te hebben, weer in vaste dienst kwam, en dat was in dit geval bij de Radio Liefdienst. Toen kwam na een jaar of 2, 3
in dat wat rustiger vaarwater van de nieuwsdienst, of schoon het niet rustig is, want ik zit in een, ja, maar in een hele serie werkzaamheden van 24 uur per etmaal, heb je verschillende diensten, had ik wat meer rust gekregen. Toen kwam dat mannetje met die grote hamer, zoals een vriendin van me zei. En toen kregen zowel Sonja, mijn vrouw, als ik, toch nog ver na afloop van de oorlog, die klap. En toen bleek dat ik wel degelijk een oorlogsgetroffene ben, zoals dat dan officieel heet. En dat was, begreep ik nu, eigenlijk de directe aanleiding van dat waanzinnige werk rennen, wat ik 17 jaar lang heb gedaan. 80 tot 120 uur rondrennen. Per week gewerkt. Volslagen belachelijk. Als ik die alle agenda's doorkijk dan. Ik heb er gelukkig niet het leven mee geschoten, want het is volstrekt ongezond wat ik toen gedaan heb. Maar dat was de feitelijke drijfveer, bleek veel later. Ja. Wil Simon een jongen die op de Schapenlandse weg staat en naar de AVRO kijkt en denkt, die gaan er allemaal naar binnen en daar zou ik ook bij willen horen. En bovendien luisterde hij naar Paul Vlaanderen. Weet je nog hoe het begon? Jazeker. Hoe dan? Paul Vlaanderen en het Gregory Mysterie. Een nieuw detective voorspel in 6 episoden van Francis Durbridge. Nederlandse vertaling J.C. van der Horst. Spelleiding Kommer Klein. Dat werd dan weggeveed en dan begonnen ze te praten, die mensen. Hè? Ja. Stond Ruud Bossen toen al als schnabbelaar voor het orkest? Nee, hè? Er waren er nog hele andere dirigenten in die tijd. Hè? Ja. Donald heeft erin meegespeeld. Ja. Jij was? Ik was er onvoorstelbaar trots op dat ik de laatste bleek later, de laatste Charlie zou zijn. Ja. Het duvelstoeljarretje van... je had een stopwoord, okidoki. Okidoki, dat was altijd het stopwoordje en dat moest ik te pas en te onpas zeggen. Het was het kleinste rolletje van die hele hoorspelaflevering, van die hele serie. Maar het sprak erg tot de verbeelding. En dat heb ik toen ook gemerkt, want ik werd een keer door een of andere boef in elkaar geslagen. En ik werd bijgebracht met cognac door Paul Vlaanderen zelf. En er werd mij naar de hand meer dan eens gevraagd, was dat nou echt cognac dat je in de studio te drinken kreeg? En toen heb ik natuurlijk gezegd van, ja, licht zeg. Ja, zo lezen die radio toen en dat ze voorspelen. Wat weinig trouwe luisteraars van de Radio Nieuwsdienst weten, is dat de heer Donald een voortreffelijk zanger is. Meerdere malen begeleid door Stokkermans en Bos. Ja, maar de nieuwsdienst kan niet hebben dat hij een deel van het nieuws zingt. Nee, maar ik vind het toch niet. Je hebt iets smekens van dat zou kunnen, dat kan niet. Ja, dat zou ik wel fantastisch vinden. Nee, dat kan niet. Nee. Gezongen weerbericht hebben we wel eens meegemaakt. Ja. Herkennen ze jou en je stem? Ja. Ja, wat zeggen ze dan op straat? Hey, ben jij... Als ik in de winkel sta, dan kijken ze wel allemaal naar me om. En dan zie je de verbijstering in die ogen. Dan hebben ze iets van, oh nee, dat kan niet. Omdat ik natuurlijk er niet uitziet na mijn 60 of bijna 61. Nee. Dus ze hebben iets van, oh nee, dat kan niet. En dan gaan ze door met hun boodschappen. Dat moet zijn vader zijn, denk ik. Maar je hebt ook een acteur zo. Nee, want dat is werkelijk meer dan eens tegen mij gezegd. Ja. U hebt dezelfde stem als van uw vader. Ja. En dat bedoel is dit. Dat is toch geweldig. Geweldig, inpakken en meenemen. Tuurlijk, ja. Eve Brouwers, waar luisterde jij naar toen je klein was? Ik luisterde, toen ik klein was, achter de deur die de slaapkamer waar ik sliep scheiden van de woonkamer op zondagavond naar hetzelfde. Sportprogramma's ook? Sportprogramma's ook, intensief. AVRO's wekelijkse sportrevue onder redactie van toen nog Tom Schreurs natuurlijk. Dick van Rijn later. Maar Dick was altijd de land, de zee of in de lucht of waar ook ter wereld, maar ongetwijfeld ook wel eens in het Goffertstadion. Ja, dat klopt. Was je een verlegen jongetje? Ik was een heel bleu, ontzettend verlegen ventje. En dat is eigenlijk door de jaren heen zo gebleven. Ja. Maar dat is echt waar. Dat is, denken veel mensen, flauwekul. Mijn buurman Klaas-Jan, maar zo zijn wij Groningers. Maar Klaas-Jan, die weet dat waarschijnlijk nog wel te herinneren. Maar ik was een heel bleu ventje. Ja, je was een heel verlegen jongetje dat heel verlegen naar het Nieuwsblad van het Noorden keek. Ja. Naar de gevel van dat blad. Ja. Daar waren dan de later ben je wel hoofdredacteur van het blad. Ja, zo zie je waar verlegenheid toe leidt. Ja. Je kent je plaats en bezet hem op het moment dat het daar toe... Ja. Maar nee, daar had ik altijd graag willen werken. Als jongetje op de HBS wilde ik bij de krant. En toen stond er een keer, dacht ik, een bon of een stukje in de radiobode. Of de AVRO-bode, hoe het heet. En dat Mignon werd opgericht. Dus dat zal in 1953 geweest zijn. Ik heb me aangemeld en ben toen gekomen bij de afdeling Groningen. We kregen de beschikking over een theehuis achter wat wij noemden het Benoeienplein, maar het is het Benoijplein, maar wij zeiden Benoeienplein. Spijken de eierrekjes aan de muur.
En daar begon het, jongen 1 en jongen 2 in een hoorspel. En soms zelfs geluidsinspeciënt. Ja, al die dingen deed je dan, hè? Ja. Een verlegen Gronings jongetje. Er was nog een Gronings jongetje, die zit nu naast je. Die is volgens mij nooit verlegen geweest, hè? Nee, daarom boeken wij ook wel op samen. Ja, hij compenseerde dat, hè? Nee, ja, Klaas-Jan compenseerde dat. Hij is een, al zou je dat zeker niet meer zeggen, is een paar jaar ouder als ik. En Klaas-Jan had een rijbewijs, zat op de zeevaartschool in Groningen. En Klaas-Jan had, zoals velen van ons, een oom. Maar die had een oom, dat was een graanhandelaar, P.K. Woldijk, je vergeet het nooit. En die had een schitterende Amerikaanse automobiel. En daar reed deze Hendriksen? Daar reed deze Hendriksen, want hij moest die auto, mocht die auto wassen. Nam hem mee, want je moest zorgen dat, ja, dat alles goed deed. En nou ja, laat ik Klaas-Jan het maar vertellen. Maar wij gingen dan wel eens naar de ijssalon van Talamini. En als ik Talamini noem, dan gaan de ach en o's en w's door heel Groningen. Maar laat Klaas-Jan het maar vertellen, want hij was niet verlegen. Ja. Deed je bij in die auto iets aan radio? Nee. Ja, zeker. Ja, de radio, dat was mijn hele leven. Ik speelde met hem radio. Hoe jong was je toen jij met Mignon in aanraking kwam? Goeie vraag. Ik denk 16. 16 of 17, nee, een jaar of 17. Ook van die getimmerde eierdozen aan de wand? Nee, ik was gefascineerd bij radio. Maar hoe kwam ik nou bij Mignon terecht? We kregen in Nederland het fenomeen FM. En aangezien ik in Groningen woonde en Hilversum daar 's avonds niet te beluisteren was, was dat FM natuurlijk een hele aanwinst. Maar wat hoorde je nou in die oude AVRO-studio? Zo'n half ronde, iedereen weet het nog wel, op de omroepverdieping, zo'n half ronde omroepcel. Er zat een elektrische klok. En iedere keer als die klok dus een minuut of een seconde versprong, dan hoorde je dat op de FM. Klik, klik, klik. Toen heb ik geschreven naar Jan van Herpen. Waarom Jan van Herpen, weet ik niet. Niet de eerste, de beste, maar Nou ja, hersengymnastiek en intellectueel, zeker. En die zei, jongen, als jij zo geïnteresseerd bent in radio, dan moet je eens naar je vriend Dave Brouwers gaan. Dan gaat hij naar mijn jongen. En dan heb ik hem eerst uitgenodigd in de auto. En je ziet Gerrit nog voor je staan, ook toen met dat lichaam al helemaal. Nee, wij konden om Gerrit niet heen. Konden we niet heen. Dat was één grote schaduw. Eerst Stuart Rietstra en toen ik. Ja. Dat is later gekomen. Gerrit de Van Zijl, jongens. Joop van Zijl is hier, zijn broer is niet. Maar ook al omroep spelen thuis als jongens al, is dat waar? Ja, bovenop zolder had ik een hele cel in elkaar gedraaid. Hoe dan? Om te beginnen heb je daar een tafel en een stoel voor nodig, zoiets als dit. En dan een microfoon, die had ik waarlijk gekocht. En wat spullen eromheen, foto's van het Metropoolorkest, van de Skymasters, want ik interesseerde me zeer voor muziek, ook van het Radio Philharmonisch Orkest trouwens. En dan liep er een draadje naar beneden. En dan op zo'n oude radio beneden had ik dat aangesloten op de pick-up aansluiting. En als iemand beneden in de huiskamer nu niet oplette, dan zette ik het op mijn programma. Dan kon ik het nieuws overnemen van de radio. En sprak daarna een politiebericht bestemd voor degene die op bezoek was bij mijn ouders. En hoe jong was je toen? 16, 17 denk ik? Ja, 15, 16. Ja. Ongelooflijk. Ja. Weet jij nog? Ik moet zeggen dat het niet bevorderlijk was voor mijn studie, maar het heeft ook tot onaangename verhoudingen binnen de vriendenkring van mijn ouders geleid. Maar ik heb er toch veel van geleerd, blijkbaar. Ja. Weet jij nog dat je Gerrit voor het eerst zag en hoe schrok je toen? Weet je dat nog? Ik zal je sterker vertellen, Koos. Ik wil niet de plaats van de meest prominente hier aantasten op een of andere wijze. Maar op 1 oktober 1954 kreeg ik mijn eerste contract bij de AVRO voor 100 gulden per maand. En dat was bij de afdeling jeugduitzending. En dat was nog voordat Gerrit kwam. 1 februari 55. Ja. Je ziet hem nog binnenkomen? Nee, want toen ik wegging kwam hij, want ik moest... Toen ging je alweer weg? Hij ging naar Nieuw-Guinea. In Nieuw-Guinea ging ik om de dienst weer uit te gaan. Joop is erheen gegaan, maar we hebben het toch niet kunnen houden. Hij heeft het geprobeerd. Theo, waar luisterde jij naar als jongetje Stokkink? Ik heb naar Marimba geluisterd. Als middelbare scholier. Als de Vara. Dat mocht thuis, dat mocht. Dat deed ik ook stiekem. Want ik was van katholieke huizen. Maar ik mocht wel naar de AVRO luisteren, dus ook naar de Vara. Dat was ook niet zo'n punt. Trouwens, al die andere dingen, zoals een Paul Vlaanderen en Sprongend Heelal, dat was natuurlijk wel... Hoe kwam jij bij Mignon? Ik denk door de voordeur. Ik weet het eigenlijk niet meer. Ik denk gewoon via een advertentie. Heb je wat aan Gerrit gehad in je leven? Ik geloof dat ik Gerrit niet eens meer heb meegemaakt. Want ik was dus toen al bij Rooster. Kijk, er zijn ook krachten die zich ontwikkeld hebben buiten de naam. Ik hield me uitsluitend bezig met de top. Ja. Nee, maar Gerrit deed al televisie toen. Ad Schavenzande was een jongetje in Maastricht. Bestond daar Mignon? Ja, want ik kwam daar op een gegeven moment op een tienerfeestje een dame tegen.
die zei, we zoeken nog een stem om sonetten van Shakespeare te lezen. Ik dacht, nou, en wil je dat niet proberen? Dat heb ik toen gedaan. En vanaf dat moment was ik dus lid van Mignon. Ja, ja. En dat programma is overigens nooit uitgezonden natuurlijk. Dat was nee. En daar ontmoette ik een aantal mensen waarmee ik verder een aantal jaren heb geprobeerd een soort radio te maken. Waaronder Felix Meurders, dat was een van mijn coördinaten. Maar Meurders was een Maastrichtse jongen, Meurders. Ja. Meurders maar was een Maastrichtse jongen, ja. Bij RTL? Radio Luxemburg. Nou, ja. Dat was waar wij naar luisterden, vooral naar Radio Luxemburg natuurlijk in die jaren. Ja, hij heeft er ook voor gewerkt. Daar hoor je eigenlijk nooit meer over, hè, die Meurdersen. Nee, RTL werkte toen, hè? Hij, is daar, hij is daar later inderdaad een aantal radioprogramma's gaan presenteren. Ja. Jij hebt ook eens een tekst van Gerrit over een dame op muziek moeten zetten, hè? Ja, nou ja, kijk, het hoe gaat... Weet je hoe die tekst ging? Ja, dat kan, maar ik moet even de voorgeschiedenis vertellen. Gerrit stuurde mij op een gegeven moment een tekst. En hij schreef erbij, vriend, dit moet jij op muziek zetten. En dat was voor mij ongekend, want ik studeerde voor die Prix d'Excellence. Dat was allemaal klassiek. En die tekst die luidde, dan was er een dame, die hield er niet van. Dat wou ze tenminste beweren. Maar ik sprak, wel edele madame, u moet die van mij eens proberen. Juist. Enfin, na veel aarzelen heeft ze het gedaan. Nu reist ze aan één stuk door achter mij aan. Ja. En dat was een lied over poffertjes. Ja. Dat was het maar. Enfin, jij weer verder met die Prix d'Excellence. Ja, ik nog in haar. Wij hadden programma's met een thema. Dit was het thema kermis. Dus ik dacht, ik moet iets over... Gerrit, heb je ooit een fatsoenlijke tekst over dames geschreven? Ooit? Over dames? Voor dames zelfs. Oh, voor de, ja, dat moest je wel. Ja. Ja. Maar over toch weinig... Veel schunnigheid is bekend. Nou, denk, daarmee moet ik toch niet afgeschilderd worden als een figuur die meerdere malen in het Delta primitieve geweest is, daar waar de lust tegenveert boven de reden. Dat is niet het geval. Maar een beetje wel, soms wel. Nou, een kleine pikanterie kan toch nooit kwaad. Zeker, ik heb een keer een prijs gewonnen met een slagzin voor de pil. Ik gaf ze ook aan mijn konijnen en zag de plaag terstond verdwijnen. We verlaten de mignonnes van Gerrit de Braber nu heel even, zijn zo bij u terug. Meneer Radio, 65 jaar, hij neemt dit jaar afscheid van de radio, blijft ongetwijfeld werken. En om hem heen zitten allemaal mignonnes. Mignon, Avro's jeugdomroep Mignon, had ook een hele dag per jaar uitzending. Ja. Dan mochten de jonge mensen de hele dag vullen. Ja. Ook met ernstige... Jij deed dan de ernstige muziek. Ja, ja. Dat heet in Nederland ook... ernstige muziek. Ja, zeker. Ik was ook hoofd van de afdeling ernstige muziek. Ernstige dat speelden muziek. Wij. We waren een dag hoofd van de afdeling ernstige muziek. Ja. Ja. Ook als het walsen zijn, dan zijn, is het ook... En als het Strauss is, ernstig. Er is nu veel veranderd, maar toen was dat ernstige muziek. Ja. Vond je dat leuk werk? Ik vond het enig. Dat vind ik nog enig, alleen het vergaderen zou er niet bij moeten zitten. Nee, schaar. Daar weet je alles van. Oh, hou op. Ja. Audrey, klassieke muziek, ernstige muziek. Ernstige muziek. Hoe moest je die aankondigen? Chic, heel chic. En gedragen, langzaam. Doe eens een stukje, klein stukje. En dan kunt u nu luisteren naar het vioolconcert. Viool, moest ik ook zeggen. Vioolconcert. In D van Teen. Hier is Radio 2, de AVO. Heel langzaam. Oh ja, Hilversum was het nog. Maar ik zal ook de delen zijn was ook altijd de delen zijn. Ja. Ja. Ja, de delen zijn. De lessen van Henk van den Berg. Ja. Hè? De lessen van Henk van den Berg. Oh ja? Ja, ja, ja. De man durfde op Terschelling zijn mond niet open te doen, omdat hij bang was dat hij qua stem herkend werd. Ja. Dan had hij geen vakantie meer. Joop Stokkemans, het is wel eens gezegd, hoe primitiever, hoe leuker. Dat heb jij ook wel eens gezegd. Is dat waar? In de zin van beginnen met zo'n gigantische bandrecorder in Leiden en daarmee knoeien en toch een vak leren. In die zin is het hoe primitiever, hoe leuker. Ja, weet jij je eerste radiooptreden nog? Dat was bij een jeugdconcert. Ik moest daar het Rondo Capriccioso van Mendelssohn spelen. En ik weet nog, mijn vader heeft daar een lakplaat van laten snijden. Dat vond hij zo fantastisch. Zijn zoon op de radio. En de hele familie en de straat liep uit om dat te horen. Dat was echt een evenement. Ja. Dat is enig. Achteraf hadden die mensen volkomen gelijk natuurlijk. Ja, ja. Gerrit, jij was ook een talentenontdekker, hè? In al die jaren dat je daar werkte. Jij hebt Audrey ook ontdekt?
Ja, tot weet je nog hoe je Olly van de jacht ontdekt? Ja, dat was bij een auditie. En ik zat daar met een technicus en we moesten allerlei stemmen. En dan, ja, er gingen dus een aantal figuren voorbij die het terecht nooit verder zouden brengen. Maar plotseling zat daar een meisje, die heette Van de Jacht. Later ben ik erachter gekomen. Ik kwam uit de Bloklandstraat dat ik nog met haar beide broers, oudere broers, heb gevoetbald. Dat speelde mee natuurlijk in dat de beoordeling. Zeer zeker van mee. Van Rotterdam zijn op zich al natuurlijk. Ja, 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 ja. En het feit... Dus we komen juist, Gerrit. En het feit dat die Blok... We moeten die dingen objectief blijven zien. Ja, en het feit dat die Bloklandstraat... Ja, dat zat natuurlijk op voetbalgebied. Boordevol talent. Zeker. Je had mensen als Koemelijn, Wim van Wout, Wim Jansen, Jan Vilerius. En dat soort krachten, weet je wel. Dus daar praten wij ouderen graag nog eens over, hè. En toen kwam Audrey... Meisje. Ja. Binnen. Oh, een leuk, klein, bleek meisje. En dat ging voor de microfoon zitten. En ik keek het desbetreffende technicus verbijsterd aan. Ik zeg, dit is een nieuwe Ilse Wessel. Hij zegt, bel Herman even. Dus heb ik gedaan. Ik heb Herman gebeld. Herman Broekhuizen. Drie Ilse Wessel ontdekt. En ze was er. En ze was er. En ze is er nog steeds. Ja. Het is natuurlijk een... Topkracht van je werk. Ja, ja, ja. Oscar Bezonde heeft nog les gehad in radio, als ik het goed heb, van Klaas-Jan Hendricks. Is dat juist? Ja, maar die oudere generatie met jongens. Die wist het allemaal heel goed. Wat leerde hij jou dan? Je kreeg toen ineens, het leek wel een beetje op de vakbond, maar je had toen de kadercursus. En voor laat ik maar zeggen, bovenkomen drijvend talent, mocht dan naar de kadercursus. En we werden dan geïnformeerd over het wel en wee van de radio en wat je vooral moest doen om een goede reportage te maken en de juiste vraag te stellen. Zo werd mij bijvoorbeeld geleerd, dat herinner ik me heel goed, dat je een gesprek altijd moest voorbereiden. Nou, ja. Dat was, nou, dat is waar. En ik dacht, ik herinner me ook dat ik dacht, voorbereiden, ja natuurlijk. Dat moet. Ja, dat vond ik wel een tip. Nou, zo ging die kadercursus, nou, er werd ook wel wat meer. Je kreeg rondleidingen door de AVRO en in de controlekamers en de omroepcellen mochten allemaal even zitten. En we kregen een bloknoot met een pen en zo. Dat was voor het eerst dat je wist dat je... Dat wat Klaas-Jan Hendricks vertelde, dat dat vooral opgeschreven moest worden. Ja, dat grote invloed heeft. Dat was, ik ben het nooit vergeten dus. Ja. Joop Sokkermans deed bijvoorbeeld, een jongen uit de muziek, interviews met Otto Ketting, componist. Ja. Weet je dat nog? Ja. Hoe ging dat? Nou, dat was het leuke van Herman. Die zei, kijk, jij hebt... Broekhuizen. Herman Broekhuizen. Jij hebt verstand van muziek. Ga je maar naar die man toe met een recorder erbij en ga maar vragen over muziek stellen. Of ik dat kon, dat maakte voor hem op dat moment niet uit. Het ging gewoon dat je dus de binding had met je vak en dat liet hij je doen en dat was fantastisch. Wie deed dan de techniek? Nee, wacht, ik moet nog één ding vertellen. Ja. Ik moet nog één ding vertellen. Het was altijd geklungel met bandrecorders. Natuurlijk. En ik herinner me nog als de dag van gisteren. Was het nog een maaihak of niet? Het was een maaihak, oh. Ja. Zo'n grote, zware... Zo'n... Ja, ja, ja. En die liep 7 minuten, hè? Ja, ja, ja. Maar Koos... Goed opgewonden had wel. Ja, ja. Ik laat me niet van het onderwerp afbrengen, want ik moet er even vertellen. Ik herinner me nog als de dag van gisteren. Ik was met Otto Ketting in gesprek over muziek. En wie stond er naast mij? Een man die, ik denk voor het eerst van zijn leven, ook een interview maakte. En dat was Koos Postema. Nee. Weet je dat nog? Bij Otto Ketting? Ja. Dat was het is een Rotterdamse componist, hè? Ja, ja, anders zou ik het niet gezuiverd hebben. En mooie muziek gemaakt, veel met horens ja, en heel met mooi. Bazuinen. Ja, prachtig. Ja. Oh ja, stond ik ernaar. Ja, ja, ik bediende ja. toch niet de techniek, hè? Ja, klungelen. Klungelen met tuurlijk, de tapperaar. Klungelen, ja. Ja. Nou, daar ben ik ook niet in verder gegaan. Nee. Dit kan er dus uit. Peter Blanker, weer een Rotterdammer. Een miljoen uit Rotterdam. Je hebt een vrachtautoreportage gemaakt. Ja. Als jongen. Ja. Hoe ging dat? Nou, dat was het eerste programma, ik was 17, dat ik zelfstandig mocht maken voor de afdeling Rotterdam. En toen heb ik nog een aanspraak kunnen maken op het talent van een jeugdige Rotterdammer die zo verschrikkelijk plat Rotterdams praatte, dat hij eigenlijk alleen maar als een stevige vrachtwagenrijder kon worden gebruikt. En dat was Koos Postema. Eerlijk waar? Herinner je dat? Ja, Gerrit, als ik de eerste Henk Wijngaard hier ga zitten. Is dit afgesproken werk, jongens? Ja, hoor. Ja. Is het werkelijk waar, ja? Ik kom het helemaal niet meer. Je deed het ook heel goed, hoor. Je kon het helemaal niet meer horen. Nee. Ja, ben je geen programma kwijtgeraakt? Ben je geen kom maar lopen dan, ja. Ja, ja, zeg maar. Die Post, die kan het ook beter dan ik, denk ik. Zou je Denk je, joh, ja. Ja, wij luisteren even naar een stukje muziek. Van Stokkerman. Kleine kokette Katinka, geef nou eens in dit je oom.
stiekem kus over je schouder. Je ma ziet het toch niet, dus kom. Gerrit, hoe ontstond dit nog? Nou, dat zal ik je vertellen. Wij hadden een driemanschap. Joop, Henny Hamhuis, een tekstschrijver uit het oosten des lands, die bij een reclamebureau werkte, en ik. En wij hebben op een gegeven moment besloten dat wij aan het Songfestival meededen. Dus wij schreven beurtelings de coupletten en een ander schreef dan het refrein. En ik herinner mij van Katinka dat Joop's latere echtgenote, Dalea, de naam Katinka bedacht. Dat vonden wij een sterke vondst van het meisje. En we hebben dus ook tegen Joop gezegd, trouw nu maar met haar. Ja. Dat vinden wij wel een goede vraag. Ja. En toen kwam jij op kleine, kokette... Ja, het is later wel kleine kroketten Katinka. Het Rinus Ferdinandus nog eens. Ja, kijk, men kan natuurlijk over ieder liedje weer zijn lekkende grappen maken. Maar het gaat uiteindelijk om de Buma-afrekening. Zeker. Ja, dat was in de grote tijd dat... Je hebt er bij een platenmaatschappij ook nog gewerkt, hè? Ja, 12 jaar. Ja. Het was in de tijd, de grote Ajax-tijd is dat ook geweest, hè? Oh, ja. Chris van Hoorn is... Ja, jij bent toen nog benaderd op schandelijke wijze. Hoorde ik over Buma-rechter gesproken. Gerrit had de gewoonte... Je krijgt nog geld van hem, neem ik aan. Nou, nee, wat regelen we nog. Nee, maar wat deed Gerrit? Die belde, als Ajax dan weer in een finale stond, belde die 14 dagen van tevoren op en zei die Chris, denk erom, als ze winnen, moet er de volgende dag een plaatje in de winkels liggen. En hoe ging dat dan? Er werden er twee deuntjes gemaakt, van niet al te grote kwaliteit, maar goed, dat deed er niet toe. Het moest een beetje Hosanna zijn. En dan ging Gerrit, die ging de A-kant schrijven. Ja, dus die schreef dan bijvoorbeeld op zijn gemak, olé, 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 zijn we het weer voor elkaar. Ajax heeft de Europa Cup, de tweede al dit jaar. En dan liet hij het volk nog even dansen en blij zijn. En dat liedje was dan klaar. Als Ajax nou verloor en had de pech gehad, dan moest hij gewoon een jaar wachten. En als dan Ajax niet kampioen zou worden, dan kon hij misschien van Ajax nog Feyenoord maken als hij een beetje smokkelde. Ja, mijn grote liefde zat niet bij Ajax. Nee, precies. Nee, dat denk ik nu. Maar wat zei hij tegen mij? Dan moet jij de B-kant maken. Maar daarin heb ik dan wel graag wat historische gegevens. Dat we na de hand nog eens kunnen horen wie de goals hebben gemaakt en zo. Dus dan riep iedereen, ah jongens, gezellig vanavond voetballen. Kom je ook? Nee, want ik moest in mijn eentje voor een televisie met een pen en een potlood en koffie gaan zitten kijken wat er gebeurde en dat opschrijven. Beetje Jan de Kler af. Ja, maar dan toch weer anders. Dus als je dan een slok koffie nam en je zette je kopje neer en je hoorde dan iets op die tv, dan keek je, lachte weer een vent. Ja, dat heb ik gemist, misschien is het belangrijk geweest. Of je zag Jacques Zwart, die begon te rennen. Ga op de klok kijken, 17 minuten gespeeld. Jacques Zwart rent langs de lijn, zijn voorzet is een beauty. Daar komt de spits, Klaas Nuninga. Hij kijkt, hij knikt, wat doet hij? Nou, die schoot hem dan over, kon je het hele handeltje weer doorschouwen. Ja, maar daar was hij helemaal heel goed in. Ja, om 11 uur s'avonds kwam er een man in het leer met een motor, die kwam de tekst halen. En die reed dan naar de studio, waar dan een zanger, à la Jackie Schramm of Manke Nelis of Tony Bas, of wie dat ook, hoe ze allemaal mogen heten. En die zong dat dan in. En ik kon dan aan het plaatje horen hoe de wedstrijd was geweest. En een jaar later kwam dan de Buma-afrekening voor uw edele verkocht, 10 platen, 2,75. Ja. De administratiekosten vanaf. Ja, dat waren wel. Gerrit was zelf ook een voetballer, Ruud Bos. Hij speelde in het team van de Omroep mee, Gerrit. Hoe zag dat eruit? Ik heb het genoegen gesmaakt om een paar jaar met Gerrit in een elftal te spelen. En ik kan je verzekeren, dat was lachen. Het had met voetballen niet zo ontzettend veel van doen. Want je kunt hij ruimde veel op, Gerrit. Hè? Je kunt je voorstellen, als Gerrit aan de bal is, dan deinst de tegenstander bij voorbaat al achteruit. Hè? En maar toch twee benen, Gerrit. Twee benen. Gerrit. Ja, zeker. En het systeem toch wel gewoon tegen je op laten lopen. Ja. En dan tegen die scheidsrechter, ik speel de bal. Yes, ja, was het zo. Jij denkt dat je scheidsrechter Seurensen? Ja, ook. Oh. Dat is ook doorgekomen. Ja. Daar moet je even 5 minuten voor nemen, toch? Ja, oké. Okay. Wij voetbalden bij OSO 4 tegen... Het Omroep Elftal. Omroep Elftal, ja. Daar zaten grote krachten in. Zoals Wouter van der Kamp, Peep van der Elzen, de befaamde trompetist, Nico Barens, Willem van der Brakel. Kortom, dat was René Sleven niet te vergeten. Een tweede Gento noemden wij hem. dat was heel plezierig. Maar wij hadden onderling die club, of die ploeg, genoemd DDS door Drang Sterk. Want daar werd natuurlijk veel genuttig. En... Wij moesten dus voetballen tegen
Ik was aanvoerder, dit even terzijde, ik wil er niet prat op gaan, maar het was toevallig. Je was het, ja. Ja. En wij moesten voetballen tegen Huizen 5 of Huizen 6. Dat waren van die oude eerste elftalspelers, ongeveer 5, 36 jaar. Schuifie, schuifie, weet je wel. Dus die liepen niet veel, maar elke bal was, en elke paas was raak. Dus normaal zouden wij met een nulletje of 5, 6 van deze krachten verloren hebben. En toen zei René Sleven, voor de wedstrijd, terwijl wij ons aan het verkleden waren: jongens, als wij deze wedstrijd winnen, dan trakteer ik op een krat bier. Nou was Sleven een royale kracht, maar een krat bier, dat is natuurlijk wel heel veel, en dat voor dorstige sportmensen. Ik dacht, ja, daar moet ik dan toch iets aan doen, dat wij deze wedstrijd winnen. Dus ik ga naar buiten en daar liep onze secretaris, die club was ook van hem, Kees Kranenburg, senior, de latere... De slagwerker. Ja. Of de slagwerker van de Rendels. Zeker. Plat Haars, ja, telde hij mij. Ik zeg, wie is de scheidsrechter, Kees? Ja, zei hij. Ach, dat is natuurlijk niet veel, die man. Maar ja, jullie kunnen ook niet goed voetballen. Dus je kan ook geen Leo Horn verwachten hier. Ik zeg, nee, maar hoe is de naam? Hij zei, de naam is Seurensen. Hij keek op het formulier. Oh, omlaut. En ik ging kloppen, trok de regio's aan over de voetbalkleding. Ik ging kloppen bij de heer Seurensen. Ik zeg, meneer Seurensen, nadat een benepen stemmetje mij binnen had genood. Ik zei, mag ik me even voorstellen, Gert en Braber, ik ben de aanvoerder van het team van OSO. Hij zegt, kaart controle op het veld. Dat staat in de voorschrift. Ik zei, dat weet ik wel. Maar voor die tijd wou ik eventjes een persoonlijk gesprek met u hebben, meneer Seurensen. Hij zegt, en wat houdt dat in? Ook weer beverig natuurlijk. Ik zeg, dat houdt het volgende in, dat u een opvallende scheidsrechter bent. En ik toevallig ook scheidsrechter ben. Ik heb morgen puk tegen Blauw-Wit, als u dat wat zegt. En ik sport een beetje in de vrije tijd om wat conditie erbij te houden. Dus het zou achteraf natuurlijk een beetje vervelend zijn als u mij nu op het veld tegenkomt en u hoort achteraf dat ik een rapport over u heb moeten schrijven. Hij zegt, weet u dat? Ik zeg, ja, natuurlijk weet ik dat, anders kom ik dat u niet vertellen. Ik zeg, maar het lijkt mij mijn sportieve plicht. Ik zeg, ik zal het u nog veel sterker vertellen. Wij hebben de heer Joop Martens, dat was toen de hoofdman van alle scheidsrechters, hier. En vanuit de verte leek hij dus sprekend op onze vaste supporter Frits van Turenhout. Nul, nul, weet je wel. Ja. Ik stond altijd ook aan die kant. Ik zeg, komt u niet te dicht in de buurt bij hem? Ik zeg, maar hij staat er wel. Ja, zegt die man, maar het is pas mijn tweede wedstrijd. Ik zeg, kunt u nagaan hoe u opgevallen bent in die eerste wedstrijd. Goed, wij gaan dus naar het veld. Gerrit, wat je daar deed, daar worden nu eredivisieploegen in Frankrijk een divisie voor gedegradeerd. Ja, maar ik heb alleen niet zoveel geld als in Italië. Dit was gewoon een sportieve overweging voor die jongens. Voorwege dat bier, hè. Is die man nog gaan fluiten? Ja, die man die begon te fluiten. Maar ik zeg, ik blijf een beetje bij u in de buurt, heer Seurensen. En dan kunnen we elkaar, we zijn in de wereld om elkaar te helpen. Want zo ben ik ook begonnen bij oudere scheidsrechters. Ik zeg, en dan die mensen als Karel van der Meer en Leo Horn en zo. Dat wordt allemaal een tikje ouder. Wij moeten jonge krachten hebben. Dus eerst het beste zuivere doelpunt van Huizen werd onmiddellijk door mij afgekeurd, omdat ik dus tegen een zuiver obstructie. Ja, vrije schop voor OSO. Ja, goed. Ik wil het verhaal niet noodloos rekken, Koos, maar dat zo werden ongeveer 17 doelpunten afgekeurd van deze mensen. En tot diep in de tweede helft, dan hadden dus twee spelers van Huizen 5 wegens wangedrag uit het veld waren gestuurd. Ja. Maar dan liep ik naast hem en zei, dat kun je niet nemen, eruit. En rode kaart. Er was nog geen sprake van een rode kaart toen, maar dat gebeurde. De vinger was er. En toen had ik met Wim van der Brakel afgesproken dat hij zich zou laten vallen in een strafschopgebied, 2 minuten voor het einde. En toen zei ik, dan liep ik zorg er dus weer in de buurt te zijn van de heer Seurensen. En ik zei, ja, dat is nog jammer, die jongens hebben wel aardig gespeeld, maar ja, dit is toch een zuivere strafschop. Strafschop. Dat werd, die werd op 11 meter gelegd. En onze heer Nico Barens, later een waardevolle kracht voor de NCRV, die schoot de bal in de uiterste hoek. En vooraf, dat moet ik nog even zeggen, vloog de doelverdediger de scheidsrechter naar de keel.
En ook? Ja, die moest er ook uit. Tuurlijk. Dus uiteindelijk, het bestuur ging zich ermee bemoeien. Uiteindelijk eindigde deze een hele gezellige middag met negen man, ja. Nou ja, de heer Seurissen, die hebben wij dus gezamenlijk op de bus gezet. Naar zijn woning, want hij hoeft zich ook niet meer in huizen te vertonen. Nee, nee, nee. Gerrit, je bent een niet alleen een goede verteller, maar ook een enorme tekstschrijver. Chris heeft er één, nou minstens één onthouden, dus één hele mooie, hè? Van het Vergeetboek, hoe is die ook weer? Oh, Gerrit, die... Ik vind die, hem zelf prachtig. Ja, ik moet altijd weer diep nadenken hoe die precies was. Maar ik kreeg een keer een brief van hem, ik had hem iets gevraagd en dat was er ingeschoten. En toen maanden later, ik was het zelf al lang vergeten, toen stuurde hij me dat op en toen zei hij... Kracht, ook in het Vergeetboek komen gelukkig onbeschreven pagina's voor. En daar moest ik heel lang over nadenken. Ja, ik vond het een hele goeie. Ja. En ik heb die zin, maar dat weet Gerrit wel, ik heb het hem eerlijk bekend. Ik heb die zin zelfs daarna ook wel eens een paar keer gebruikt. Ik vond hem zo schitterend. Ja, maar ja, inmiddels heb je wel afgerekend met me. Het grafschriften ben je ook erg goed in, hè? Nou, grafschriften, die bieden zichzelf aan, hè. Kijk, jij weet... Er sterven mensen. Ja, nee, maar jij weet als, als een kenner van de literatuur dat het maken van een grafschrift een daad is die je voor iemand doet die een lang leven toewenst. Ja. He, dus het is absoluut geen enkele morbide zaak zit erachter. En daarom heb ik in de loop der jaren voor sommige mensen wel leuke grafschriften gemaakt, hoop ik. Weet je nog die op de Kromme hebt gemaakt, op Van Hanegem? Ja, ja, ter inleiding even die van Willem Duis. Ja. Een zerk met ingebouwde buis. Zo huldig Philips Willem Duis. Dat doe ik dus voor even. Ja, ja, ja. Maar Willem van Hanegem, dan door mij zeer bewonderde voetballer. Ook als trainer vind ik hem goed. Ook zijn stoïcijnse wijze waarop hij dus de winnen van de cup verwoord. Heb ik het volgende gemaakt. Het is spijtig dat zelfs Ajax zegt, de Kromme ligt nu eindelijk recht. Ja, mooi, mooi, ja, ja. En Jaap Dubbelboer, een AVRO-collega. Oh, ja, ja. Hij ging als Dubbelboer door het leven en kan er nu niet één meer geven. Ja, ja. Zou je er ook kunnen maken op de aanbeving? Wil Simon heeft er ook een, op Gerrit. Ik heb hier nog Gerrit gemaakt en ik wist dat het komen ging. Ja, 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 ja. Een grote man met grote faam, Gerrit en Braber, was zijn naam. Radioman in hart en nieren. Helaas, nu praat hij voor de pieren. Zerk is een grote zerk, maar is ook nodig. Ja, ja. Grote ja, ja, ja. Eens heeft Alexander Polaas, nagedachtenis voor mij geschreven. Hier ligt Den Braber heel alleen, wie schrijft de subtekst op zijn steen? Ja. Zou je kunnen maken op levende hier om je heen? Ja, maar dat had je me van tevoren moeten zeggen natuurlijk. Hè. Dat moet dus een soort... Kijk, het was met Godfried Bomans zo dat hij ogenschijnlijk de limericks uit de mouw schudde. Ja. Maar dan was Clip van der Schaal hier wel twee weken van tevoren bij hem geweest en het gaat daar en daar en daar over. Ja, ja, ja. Dus ik zal... Maar je hebt er niet één of... Ik heb geen papier. Nee. Ik heb geen papier bij me. Maar Gerrit, jij schreef het toch altijd tijdens de AVO-vergaderingen? Ook tijdens de AVO-vergaderingen, ja. Ja. Kwamen de mooiste. Ja, dat AVO-vergadering dat heb ik inderdaad. Dus op Ger Luchtenburg, die een groot imitator is. Hij mocht zo graag wat imiteren, maar wou ook magere heim proberen. Wij kijken naar vakgenoten, tijdgenoten, toch een soort klasgenoten van Gerrit en Braber. Een groot AVRO-man die dit jaar met pensioen gaat. En om hem heen zitten mignonners, eens van AVRO's jeugdomroep. We zijn zo bij u terug. Haal nu de zwarte band. Van Toyo, topkwaliteit uit Japan. Bij Profile Tire Center. Beter in banden. Dinsdagavond in de reis naar binnen. Annemieke Verdoorn in Redecision Therapie. Nou, ik weet niet welk issue het is. Seksualiteit, macht of geld. Maar je hebt nog goed jezelf aan. Alle drie. Oké. Okay. Toen ik naar huis ging, toen... Heb ik anderhalve dag ongeveer zo'n wolkdek hierboven gehad. Oh, ja, inderdaad. Ja. Annemieke Verdoorn in de reis naar binnen. Dinsdagavond, 11 uur, RTL 4. The
Best of Chris Rea. Zijn grootste hits. Met onder andere... Fool If You Think It's Over, Heartbeat en Au Berge. De 16 allermooiste Chris Rea songs. The Best of Chris Rea. De CD, nu in de winkel. We zijn terug bij een eigenaardige klasgenote. Het zijn eigenlijk de mensen, mannen en vrouwen die opgeleid zijn, mede opgeleid zijn door Gerrit den Braber, hoofdpersoon vanavond in deze groep. Bij AVRO's jeugdomroep Mignon, later terechtgekomen zijn, radio, televisie en andere media. Gerrit zit inmiddels een van zijn grafschriften toch te maken. Ja. Tijdens de reclame, ja. Jij hebt mij dat gevraagd, Koos. Ja, doe het eens. Zeg het maar. Dus, ik heb er twee. De eerste is voor jou. Hij ligt hier al een hele poos. Maar nog treurt iedereen om Koos. Ja. Ik zou er wel gaan liggen, ja. Ja. Die andere... Kijk, wij hebben, jij zwaait mij wat meer hulde toe dan eigenlijk verdiend is. Maar nou, ik ben 65 geworden. Maar in wezen zijn wij allen satellieten van Herman Broekhuizen, oom Herman. En ik heb derhalve voor deze klas gemaakt, het zaad van Herman is ontkiemd. Het viel niet op de stenen. Het liep lang rond in Hilversum. Nu resten slechts de benen. Wat was voor een man die Herman Broekhuizen? Herman Broekhuizen, en dat is de beste jeugdleider geweest, want hij is nu met pensioen. Ja, die is als jeugdprogrammamaker geboren. Ja. Hij heeft daar een hoogte in bereikt die onafvolgbaar is. Als je dus praat over het beste kleuterprogramma aller tijden, dan zegt men, ja, Lili Petersen en oma Herman Kleutertje Luister. Ja. De Toverscirkel, enzovoort, enzovoort. Hij heeft... Sinterklaas schijnt hij nog te zijn, hè? Hij lijkt meer op... Wat zei je al? Waar je ook woont of waar je ook bent, de Toverscirkel is weer present. Ja. Hey, we halen hem erbij, hè. Herman Broekhuizen. Ja. Ja, ga zitten. Ja. Hebben we gelijk gehad, Koos? Ja. Hebben we gelijk gehad? Ziet die man er niet goed uit? Hij ziet er perfect uit, ja. Hij had eens een DKW-auto gehad. Ja, ja. Hoe reed hij daarin, Gerrit? Ja. 1936. Ja. Ja, dat was... het verhaal staat in mijn boek. Ik moet dat even melden. Het heet Onder de Zaaier Door. Herman heeft dat nog niet gelezen, maar hij kent de geschiedenis als geen ander. Het was als volgt. Hij had zijn rijbewijs gehaald nadat hij de theorie had geleerd van Annie Schuitema, bekend voor het als kunstenaar is. Die kwam hem regelmatig over horen. En Kees gaf hem dan wat technische aanwijzingen, want Kees was de meest technische bij ons op de afdeling. En die zei, je moet dat kopen en dat kopen. Dat deed Herman natuurlijk niet. Die kocht van een collega, Wim van der Brakel, die wist altijd wel een goedkoop autootje te koop. En vaak had hij daarin ook succes. Kocht hij een DKW. Dat is kleine wonder. En ik was de gelukkige die als eerste met hem al mee mocht gaan naar een culturele manifestatie van Mignon, afdeling Den Haag. En Herman, die Den Haag als Hagenaar natuurlijk op zijn duimpje kende, reed sierlijk en zo. Dat ging allemaal geweldig. Een heerlijk wagentje en zo. Tot wij een brug passeerden. Een lichte hellingspercentage, wij in Rotterdam zouden gezegd hebben een holletje. Een hol, ja zeker. Kom juist, een hol. En ik plotseling een bil, ik zat nou uiteraard niet achter het stuur, maar ik zag zo een bil voorbij gaan. Dat bleek aan die DKW toe te boren en ik wou toch even kijken waar het wiel bleef. Dat eindigde bij een boom waar net een hondje... een plasje stond te doen, pootje omhoog. En met een angstige blaf. Het hazenpad koos, hoe merkwaardig het ook is van een hond. En inmiddels was Herman wat gestopt. En hoorden wij een vreselijk geluid van de as die over de stenen ging. En Herman zat ons vastgenageld achter het stuur en zei... slechts die enkele woorden, mijn auto...
zei, ja, Herman, maar laten we proberen de zaak te redden. Dus wij gingen eruit. Die auto ging al direct een stuk omhoog natuurlijk toen ik eruit was. En in een nota waar die mensen dan vandaan komen, is ongelooflijk. Stond het zwart van de mensen en er stopte ook een man met een autootje met een groot aantal kinderen erin, met een kijvende vrouw. En die baanden zich een weg tussen de mensen door en zei, wat is hier aan de hand? Ik zei, nou, helaas is er een wiel afgegleden en zo. En hij zei, heb je een houten hamer? Ik zei, nou, als je naar een culturele manifestatie van mijn jongen afwerken laag gaat, heb je geen houten hamer bij je. Dat dan is niet gebruikelijk. En hij zegt, nou, Maarten, tegen zijn oudste zoon, bleek later zijn oudste zoon te zijn, jongetje van een jaar of 11. Geef de houten hamer eens even. Dus die jongen die komt eraan en inmiddels begon die vrouw te kijken. Je weet dat we een afspraak hebben met mijn moeder. Je zou daar om 5:30 zijn. Dan sta je dus weer met die vent met die auto. Enzovoort, enzovoort. Zo ging dat. Maar die man ook zei, ja, hij zegt dat wijf, dat moet ik. Ik had nooit met hem moeten trouwen, meneer. Hij zegt, het is dat ik een paar kinderen heb, dan voel je je eigenlijk verplicht. Maar, hè, die meneer. Maar kortom, op een prettige wijze wist de man met de houten hamer het wiel er weer aan te brengen. Dan had ik het inmiddels teruggebracht natuurlijk. En gaf ons ook de raad om heel voorzichtig naar een dichtstbijzijnde garage te gaan. Die bouten wat vast te laten zetten. Waarop ik dus tegen Herman zei, Herman, en in die tijd was hij nog geheel onthouden, dat is hij tegenwoordig. Gelukkig niet meer, want je kan hem rustig een fles cognac geven, dat is helemaal geen punt. Maar in die tijd, ik zei, Herman, ik heb je nog zo gezegd van tevoren, je moet niet drinken voor je op reis gaat. Dat vond hij niet zo leuk, maar... Nee, dat vond ik niet. Hij heeft mij later wel vergeven. Die mensen eromheen, kun je voorstellen? Ja, dat is heel erg voor je geweest. Waarom drink je dan ook zoveel, zeg ja. Herman, hoeveel miljoners heb jij opgeleid met je medewerkers? Ik zou het niet weten. Ik heb ze niet allemaal geteld. Zullen er wel honderden zijn, ja. Ja, je kwam ook met jeugdkampen, hè? Kampen. Ja, hebben we ook gehad. Herman, waren die kampen gemengd en zo? Nee, waarom niet? Ze waren niet gemengd, Koos. Waarom niet? Ja, waarom? Dat mocht niet van het bestuur. Maar de AVRO, dat meen ik echt, een liberale omroep. Ja, dat dacht ik ook, maar het... Soebatten en smeken hielp niet. Klaas-Jan Hendricks is daar een oplossing op. Ja, Groningers. Jij maakte het gemengd. Nou, dat ben ik me niet zo bewust. Ja, dat weten wij wel. Nou, we hebben onder de meisjes ik heb het gemengd gemaakt. Ja. Nou, daar ben ik wel heel trots op. Is het waar dat jij meisjes hebt binnengesmokkeld in dat? Ja, vast wel, ja. Vast wel. Weet je het nog? Ja, ik weet het nog wel, ja. Vond je die kampen leuk? Ik vond die kamp. Ik ben er maar naar één kamp geweest, want dat vond ik heel leuk. Wat vond je daar leuk aan? Wat vond jij leuk aan Herman Broekhuizen? Ah, dat zal ik je zeggen. Het enthousiasme en de bevlogenheid van Herman, waarmee hij ons inspireerde om programma's te maken en een band creëerde. Want wij waren allemaal radiofanaten. Ja. En hij nam ons uiteindelijk mee naar de studio in Hilversum. Dat was de dag voor iedere kampgenoot. Ja, en het gekke is, hij zegt zelf, ik dacht dat het een hobbyclub was en leuk. Ja. Maar het zijn allemaal mensen... De meeste van die mensen zijn bij de radio en televisie gaan werken. Ja, dat is waar. Dat is een heel aardig gevolg ervan natuurlijk. Nou, aardig, maar het is nooit als zodanig opgezet. Nee, maar dan zeg je het dat heel is een bijkomstigheid. Nou, bijkomstigheid. Ja. Nou, ze waren natuurlijk toch wel gekomen. Ja, nou... Is dat typisch Herman? Ja, ze waren er toch wel gekomen. Die toekomst, moet weer weg. Die gaat weg naar anderen. Hij was zo bescheiden. Hij is echt Sinterklaas. Niet alleen in één nest in alle dorp hierom. Ik wil dat wel in het openbaar zeggen. Ik heb ontzettend veel van die man geleerd. Op allerlei gebied. En hij heeft mij ook behoed voor allerlei uitgeleiders enzovoort. Er zijn heel wat miljoeners met miljoeners getrouwd, Audrey. Ik bijvoorbeeld. Al 27 jaar steeds gezellig. Maar meer, hè? Meer, hè? Ja, Kees ook. Kees, ja. Wolf. Ja, veel meer. En Donald, denk ik. Getrouwd of getrouwd geweest, hè? Dat is zo'n moderne dingen. Joop Schermans. Jij ook, ja, jij ook. Joop ook, ja. Chris van Horen, wat zei Herman altijd bij een mignon huwelijk? Vond hij fijn, hè, zo'n huwelijk? Ja, natuurlijk. Oh, dan kreeg je een telegram. Goede vaart op jonge golven. Ja. Elektriciteit, je was een beetje de technische van dat trio, Kees. Kees de Wolf. Ja, groot woord, maar ik... Ja. Jij regelde de elektriciteit in het kamp ook. Nee, dat was Gerrit. Oh, Gerrit, ja. Gerrit moest een kabelgoot graven en er lag al een draad. En hij spitte daar met een mooie zwaai doorheen.
stond even te sidderen en het licht viel uit. Ja, maar dan deed ik op verzoek van Klaas-Jan Hendrik. Ja. Maar wij moesten toch om. Ja, dat ik kan toch geen kwaad hoor. Ik moest jou helpen overigens. Herinner jij je, Ad Schouwenzander zegt, er kwam Suzanne, een jongere, nieuwere generatie, ja. Jongens. Die waren wat rebelser, wat pittiger. Paul Hanen. Ja, die herinner ik me heel goed natuurlijk. Ja. Paul Hanen die maakte een reportage van een dame die een bepaald soort honden fokte. En toen zei hij, wat zijn dat nu voor hondjes, mevrouw? De bekende hanentoon, hè? Ach, zei die mevrouw, dat zijn dus... kijk, dit is de teef. En dit is de reu. Maar dan bleek de teef een hele soort Deense dochter zijn, een hele grote. En de reu een heel klein hondje. Maar ja, die combinatie, dat bracht dus een nieuw type naar voren. Ik hoor Paul vragen. Ja. Ja, ja. Hoe gaat mevrouw, dat nu? Ja, ja. Hoe gaat dat nu in de praktijk, mevrouw? Waarop die vrouw zei, nou kijk, ik heb hier dus een aantal encyclopedieën en wat dikke boeken. En dan zet ik dan dat reutje op. En op die manier wordt het teef benut. En bevrucht naar mij open. Ja. En, dit vond Herman... Dat vond Herman niet leuk. Nee. Nou, hij vond het... Hij vond de man leuk van het hondje, maar nee, niet voor de uitzending. De man is natuurlijk breed genoeg en hij had het dus graag met dat hondje, had graag zijn hondje willen hebben misschien, maar hij kon dat toch als jeugdleider niet waarderen. Heeft hij dat eruit geknipt? Nee, naar mij verteld is, heeft hij het als volgt gedaan. Er was een bevriende technicus, de heer Jan Tito, is er wel. En... De Herman zei, ik moet hier iets uit die band hebben, Jan. Waarop Jan hem heeft voorgedaan hoe hij met een potlood een band van de kop af kon halen, zodat je dus even niets hoorde. Later heeft hij er gewoon in het rapport gezet voor de heer Visser, de studiochef, 30 seconden kleine storing. Maar Herman heeft met het potlood, op het, had het goed uitgerekend, dan daar kwam het verhaal van het hondje en van de genuchten van de kleine reu. En heeft het band even van de koop gehaald en vervolgens weer laten lopen, want toen er een leuk visietje kwam. Kijk, dat is Herman, maar deze man heeft veel voor de AVRO betekend en voor ons allemaal. Ja. Hij heeft terecht de eerste bronzen zaaier gekregen in de tijd. Dat was wat hoor. Ja, want heb je ook meteen weer een gedicht opgemaakt, jij natuurlijk? Nou, het was namelijk het grote feest van Herman dat wij georganiseerd hadden, Chris en Wim en ik. En Kees de Wolf en allerlei figuren die daarbij betrokken waren. En toen kreeg hij uit handen van onze voorzitter, de heer Wallis de Vries, kreeg hij de bronzen zaaier. En we hadden dus de hele avond, kijk, Mignon was eigenlijk een liedjesclub, hè. We hadden liedjes gezongen en gedichten en van alles gedaan. Dat was echt van grote klasse, moet ik zeggen. Laat ik even mijn eigen bijdrage aan buiten beschouwing op muziek van Joop Stokkemans en Ruud Bos. En... Toen hebben we gezegd, nou het eerste refrein hebben wij alweer voor het nieuwe feest rond Herman, want hij nam om de havenklap afscheid en zo. Dat was heel feest. Ik zeg, en zijn vrouw heet Minke, lieve Minke, het kan niet fraaier, Herman heeft een bronzen zaaier. En tot op heden is het meisje daar zeer tevreden over, denk ik. Kees de Wolf, een mignonne van het eerste uur. Herman Broekhuizen, Kees de Wolf, Gerrit Ik ben geen mignonne van het eerste uur. Nou, maar van het tweede uur dan. Nee. Ik was er al voordat mignon kwam. Ah, toen was je er al. Ja. Maar we kennen je vooral de mensen kennen je als de groenteman, hè? Ja. Hoe vaak heb je die groenteman, tja, 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 wat zullen we eten? Hoe lang heb je dat gedaan? Hoe vaak? 29 jaar, geloof ik. Tot de slaaioor uitkwam? Ja, ja. Wezen, leuk hè. Is het waar dat je dat met je vrouw samen deed? Ja. Op bed? Nou, dat gaat wat ver, maar wel dat in de slaapkamer. Waarom in de slaapkamer? Vanwege de akoestiek. In de slaapkamer, waarom in de slaapkamer? Vanwege de akoestiek. Oh ja. Ja, geen galmpjes. Hé, er is nu weer een groenteman. Die groenteman is nu bij de VPRO hè? Ja, ja. Met mijn tune. Ja. Vind je het leuk? Ja. Ja hoor. Die sombere mevrouw. Wat ja, zullen we nou eens zijn? Ja, prachtig. Ik heb helemaal geen trek. Prachtig. Wil Simon, opsporing verzocht, daar kennen de meeste mensen. Wat ben je? Wat... Nu schreef ik detectives. Weet je nog toen de eerste in de boekhandel was? Ja. Ben je gaan kijken? Ja, toen ben ik gaan kijken. Nou, daarvoor was het boek Opsporing Verzocht al verschenen.
Heb je tegen iemand gezegd, dit is mijn boek? Dat heb ik niet gedaan, maar ik kan je wel vertellen, het stond dus als één boekje, want als je pas als schrijver begint, is niemand geïnteresseerd, als één boekje zo tussen al die andere boeken in. En toen heb ik stiekem, toen er niemand keek, dat boek er zo uitgehaald en met de voorkant zo rechtgezet, zodat ze het wat beter konden zien. Ja. Eef Brouwers, journaal, Studio Sport, denken de mensen onmiddellijk als ze je zien, hè? Als je terugkijkt, ik denk altijd, wat is nou een hoogtepunt in het leven van een nieuwspresentator? Je zou het ook aan Joop kunnen vragen. Is eigenlijk een dagelijkse ellende zo duidelijk mogelijk aan mensen vertellen. Is er toch iets waarvan je zegt, dat vergeet ik nooit meer? Ik weet van de journaals niet wat de meeste indruk maakte. Ik weet nog wel een keer bij een treinongeluk, en ik weet niet eens met welk treinongeluk het was, dat je daar in beeld dan iets presenteerde, zei wat zich ongeveer had afgespeeld. En dat toen bleek later, niet op dat moment, dat men bezig was, althans chirurgen, daarachter iemand van een been te bevrijden, zoals het dan heette. Ja. En dat heeft, toen ik dat later terugzag, en ook hoorde wat voor, ja, eigenlijk feitelijke nonsens je daarbij vertelt, heeft op mij wel een enorme indruk gemaakt. Ja, ik vond Klaas Jong nooit leuk. Ik heb Klaas Jong terugzien komen van de treinramp bij Harmelen. Ja, Harmelen. Als jonge verslaggever. Een totaal gebroken jongen. Ja, van de redder te krijgen. Want je ging erheen, je liep een weiland in en toen zag je zulke vele. Ja, ik was op weg naar Den Haag. En ik weet niet hoe dat gaat. Ga jij er eens even langs, want er is een ongeluk. Ja. Ik geloof zelfs dat jij op de redactie zat. Ja, ga jij dus even langs, is een ongeluk. Maar je gaat kapot aan die dingen eigenlijk. Harmelen, ja. Je kunt wel zeggen van niet, maar ik denk toch, het is een heel ander verhaal. En lang niet zo als Donald eerder vertelde in dit programma. Maar pas veel later komen dat soort dingen naar boven. Ja. Ik denk dat het verslaggevers die dat soort rampen zijn geweest, dat toch treinvoort. Wim Jansen, Hans Keller maakte ook geruchtmakende programma's met de AVRO in jouw tijd. Ja, dat weet ik nog. Daar was een gedicht en daar kwam het woord naaien in voor. Remco Kampert. En het had dus niet te maken met het maken van een kostuum, maar ergens anders mee. En dat woord moest verwijderd worden, althans, dat gebeurde door de heer Gerrit de Braber. Nee. Dat is een fout. Foutje? Nee. Je had het er zelf in willen zetten als de dichter Kampert het vergeten was. Ja, precies. Dat was onze geachte programmaleider, de heer Gerrit Luchtenburg. Oh, ja. En ik zie nog de heer Luchtenburg briesend Studio Fitness binnenkomen. En tegen de beeldbandtechnicus zeggen, want het programma moest een half uur later uit. Dit gaat eruit. Ja, maar dan verpest ik die band, zei die technicus. En dat kan me niet schelen. Ik haal die band uit met dat genaai. En zo ging dat. Klaas-Jan Hendricks. Radioverslaggever, televisieverslaggever, jarenlang. Correspondent in Washington, met een mooi afscheid altijd. Hoe was het afscheid ook weer? Klaas-Jan Hendricks, AVRO, Washington. Ik was de eerste die dat deed. Ja, dat mocht en vervolgens eigenlijk niet. Nee, en daarom deed ik het ook uit een soort rebelsheid. En vervolgens, tot mijn grote verbijstering, duurde het niet zo lang dat iedere omroep en iedere verslaggever die deed toen hetzelfde. Ja. Dus dat was de grap eraf. Wat doe je nu? Documentaires, dacht ik. Ja, ik ben nog steeds journalist. Ik begeleid als redacteur, zou je kunnen zeggen, een jongerengroep, een internationale jongerengroep in verschillende landen. En dat is heel leuk werk. Mm-hmm. Maar misschien mag ik iets eraan toevoegen. Ja. Ik heb van wat ik nu doe eigenlijk de grondbeginselen meegekregen uit de Mignon-tijd. En ik ben zo bang dat vergeten wordt in dit gezelschap vanavond, dat wat zo fascinerend was voor mij, en ik denk door velen van ons in die jaren, dat was dat de omroep iets was dat niet alleen fascineerde, maar dat een zekere verwachting gaf bij ons allemaal. We werden allemaal geïnspireerd, dat was een soort verwachting. En er zijn zo verschrikkelijk veel mensen uit deze omroep nu verdwenen. Die zijn of freelancer geworden, of die hebben de wijk genomen naar elders. Ik denk omdat dat klimaat van die verwachting weg is. En dat is voor mij nog altijd de grootste gave geweest. Ik zeg het echt, ik meen het ook. De grootste gave geweest die ik uit Mignon, uit die AVRO-tijd, van Herman, van Gerrit, en ook van Chris en van Kees heb meegekregen. En dat meen ik echt. En dus nog Klaas-Jan Hendricks voor de AVRO te Washington. Ja, veel gezongen in dit geval, ja. Chris van Horen, een collega van Gerrit, op een dag gaat het mis met je, hartproblemen, en het was niet een klein probleempje. Nee, het was ineens goed fout. Ik kreeg ineens te horen van je hebt nog 6 maanden. Ja. En dan, dan gebeurt er wel wat, ja. Kwam in Hilversum ziekenhuis? Ja. Je lag op een kamer van? Toon Hermans. Ja. Ja. Dat kwam iedereen mij vertellen. U ligt op de kamer van Toon Hermans. En daar moest ik heel blij mee zijn. Ja. Fijn. Ja. Wat ben ik gelukkig. Ja. Gerrit kwam bij jou op bezoek. Ja. Hij troostte jou. Gerrit kwam met die intentie ongetwijfeld. Maar Gerrit is daar heel emotioneel en
Ik herinner me dat ik Gerrit toen wel wat heb moeten troosten, ja. Ja, maar getroost. Ja. Want wij lezen allemaal enorm met Chris mee. Kijk, je hebt nu natuurlijk nu wel in de gaten dat dit niet zomaar een club is, deze klas. Dit zijn vrienden. En dat zijn vrienden voor het leven. En als er met een van je maatjes iets gebeurt op dit terrein, en dat was een heel ernstige zaak, wij wisten er dus alle dat het kantje boord was met onze Chris. Ja, dan de een kan daar makkelijker overheen stappen dan een ander, maar ik ging toch eigenlijk met knikkende knieën naar dat ziekenhuis toe. Van, hoe tref ik mijn vriend Chris aan? En dat geldt niet alleen voor mij, maar ook voor Joop en voor Wim en voor Herman enzovoort. Een hele grote man die smolt aan dat bed en hij moest jouw troosten. Maar het aardige was, he, die grote man weg. Geen limmerik gemaakt. Nee, op dat moment. Geen grafschrift gemaakt. Ook niet. Zeker niet. Nee. Dat was niet gepast geweest. Nee, maar, dat denk ik ook niet. Maar nu kan dat gelukkig weer wel. Ja. Hey Chris, maar je zit hier wel. Wat is er met je hart gebeurd? Is het gerepareerd? Nee, dat kon niet meer. Het was een spierziekte, hartspierziekte. Er was geen houden meer aan. En ik wist dat ik nog zo ongeveer, hè, want je weet dat nooit precies, maar ongeveer tot mei 1991 te leven had. En toen kwam op 28 maart van het jaar kwam een hart wat voor mij geschikt was. Dus toen ben ik getransplanteerd. En ik wist in die periode, en dat klinkt misschien gek, maar ik wist dat ik het zou redden. Ja. En dat was voor mij natuurlijk de kracht. Ik heb maanden en maanden op intensive care gelegen. Dat komt zelden voor, want je ligt daar een dag of vijf, dan ben je of dood, of je gaat terug naar de kamer. Hè? Ja. Zo simpel is het. Zoals ik, en dat zal jou aanspreken, toen mijn hart er was, althans, men wist, er kwam mijn hart aan, toen werd ik klaargemaakt voor de operatie en ik lag daar dus op zo'n operatietafel. Nou, dat is niet de meest riante plek om te liggen, want het is ook nog maar zo breed, geloof ik. En ik lag daar om, s'avonds om 9:00 of 10:00, en om 12:30 kwam de chirurg zeggen, oké, het hart is aan, we hebben het onderzocht, het is goed, we gaan het nu plaatsen. Nou, dat van 10:00 tot 12:30, dat daar liggen, dat overleef je niet. Dat gaat niet. Ten meer omdat ik een anesthesist had, een aardige Belgische jongen, dit was zijn laatste klus, had hij ook gezegd, want hij ging ergens anders werken. En die had iets van, ik ben moe en liep te geven, en die zei, nou, ik ga even slapen, ik hoor wel eens zover is. En die had een assistent, en die is bij me gaan zitten en die zei op een gegeven ogenblik, nou, als je nou straks geholpen bent, dan knap je weer lekker op. En zei ik, ja, net als Feyenoord zeker. En toen bleek dat een geweldige Feyenoord-fan te zijn. Toen hebben wij uren tot 12:30 zitten praten over het oude Feyenoord dat ik nog kende met Henkie Bijl, de eerste keeper die een gele trui dorst te dragen, met Hans van der Hoek, Korput, Smulders, ik hoef jou niks te vertellen, van Kilsdonk, Brandes enzovoort enzovoort. Paul Kuppen van Heel. Vrouw deunt, zo kunnen we uren doorgaan. En zo is het 12:30 geworden. Ik heb een paar weken later heb ik gevraagd of ze voor mij wilden uitzoeken wie die man was. En omdat ik hem graag wilde spreken. En toen is die man bij mijn bed gekomen en ik wilde die man gewoon bedanken. Die heeft zo'n geweldige rol gespeeld op dat moment. Dat heeft hij misschien zelf nooit ervaren, maar voor mij was dat een godszon. Ja. Geschenk aan hem. Gerrit heeft jaren het programma Burgemeester is jarig gepresenteerd. Ja. Dat eindigt altijd met een limmerik. Herinner jij je limmerikken van deze Den Braver? Ja. Ben je er niet dol van? Nee, helemaal niet. Ik ben er nog een verschrikkelijk om te lachen. Ken je er nog een? Ken ik er nog een? Die prostituee in Versailles is niet van jou. Die is helaas niet van mij, ja. Nee, ja. Ik ben niet zo... Maar het is toch merkwaardig dat sommige mensen alleen maar de smerige... Dat is opvallend. Door een hele vriendelijke limmerik. In de Gier maakte ik voor de burgemeester van Zuidbroek. Een fluitist woonachtig te Zuidbroek ging altijd gekleed in een kuitbroek. Ik draag, zei de kracht, bij voorkeur die dracht, opdat ik niet tevergeefs naar mijn fluit zoek. Kijk. En een oorlijke dame te Meppel lag met een majoor in een greppel. Het fruitje sprak droog, je bent me te hoog, ik pak een soldaat uit Laag Keppel. Ja. Gerrit, wat ga je na je afscheid doen? Ja, ik hoop normaal doorgaan met alles. Liedjes maken? Liedjes schrijven? Liedjes schrijven, als Joop tijd heeft en Ruud heeft tijd. En, ja, dan lukt dat wel. Hè. Wij hebben ook samen nog prachtige nummers geschreven, ja, Wim Jans en ik. Hè. Dus daar is de trein naar Willemstad. En hier is de trein naar Noem er eens een paar op, voor de tweede. Connie van der Bos heb je gegeven.
Sjaakie van de Hoek? Ja. Roosje, mijn Roosje. Roosje is een vertaling, hè? Drie zomers lang. Drie zomers lang? Ja, Joop en ik hebben op een zaterdagavond, terwijl hij visite had en ik hem suggereerde om maar even naar het toilet te gaan, om de melodie te schrijven voor mijn gebed, van D.C. Lewis. Dat heeft toch aardig verkocht en zo. Ik dat niet Alberti het belangrijkste vind, hoor, nee? Dat het goed verkoopt. Heb je voor Willeke Alberti ook geschreven? Het Oude Huis. Het Oude Huis. Spiegelbeeld, de winter was lang, allemaal jeugdzonders. Herman, ik moet het aan jou vragen, want voor hem heb je er waarschijnlijk geen heen. Heb je nou ook een grafschrift voor je eigen zelf? Voor mijn eigen? Voor jouw eigen zelf. Voor mijn eigen, want, voor jezelf. Is een gevleugeld woord. En ja, ik heb er een. En die komt dan helemaal aan het slot van het boekje, dat nog uit moet komen. En hier tenslotte helemaal kaver staat ook de zerk van Gede en Brabant. Maar ik wil het nog even uitstellen, hè? Ja, dan moet ik even doorgaan. Ja, nou, kijk, dames en heren, naar tijdgenoten, klasgenoten kan je moeilijk zeggen. Vakgenoten kun je ook zeggen, radio- en televisiewereld vooral, van Gerrit en Braber. Onder andere een opleider van velen van ons geweest, een stimulator. Zelf spreekt hij graag van het woord kracht. Hij was ongetwijfeld een grote kracht in de radio. En ik weet zeker dat hij heel lang niet zal zijn een stille kracht. Dit was het voor vanavond. Goedenavond.